dat is wat we nu al. Deze maand in samenwerking met... Hallo allemaal. Ik heb ze weer, de empties. De empties van mei. Mei alweer, waar gaat het snel, hè? Wij hebben vroeg vakantie dit jaar, zeg maar de kinderen, die hebben vroeg zomervakantie. Dus die hebben over 5 weken of zo al zomervakantie. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik zit met mijn hoofd nog in, weet ik veel, de winter. Maar goed, we gaan beginnen. Allereerst deze, en er staat lekker niet op wat het is, maar ik weet het wel. Dit zijn gezichtsreinigingsdoekjes van Kiko, die heb ik gekocht in... Keulen, toen ik daar... Zie je, winter? Ik zeg toch, winter? En deze vind ik echt heel erg fijn. Dit is volgens mij iets van 2,50 of zo. En ja, ik vind het gewoon prettig. Het reinigt gewoon fijn. En dit zijn dingen die je lekker op vakantie mee kan nemen. En je hebt ook grote pakken, maar die vind ik dan iets minder praktisch. En nou ja, dan kan je 10 dagen lang... kan je na je gewone schoonmaakstappenplan... kan je dan ook nog eventjes zo'n doekje gebruiken. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan 2 deodoranten van Vogue. Op een of andere manier vind ik dit toch hele erg prettige om te gebruiken. Ik vind dat de geur lang blijft zitten. En dat vind ik gewoon prettig. Ik fiets bijvoorbeeld naar mijn werk. Ben ik 25 minuten aan het fietsen. En dan wil ik gewoon eigenlijk dat ik niet nog een keer moet deo of iets dergelijks. En in principe hoeft dat ook hier niet mee. Dus dat vind ik echt prettige deo's. Dan een douchegel, een showergel. Ik weet niet waar ik dit vandaan heb. Dit is vast weer zo'n action-achtige Vibra showergel voor de kinderen. Het rook niet zo heel erg zoet en daarom heb ik hem gekozen. Maar eigenlijk gebruiken de kinderen nu gewoon nou, de douchegels die wij hebben. Dus, en het is wel grappig. Mika die heeft een voorkeur voor mannengeuren. Een beetje van die C-achtige geuren. En Matteo voor fruitgeuren. Dat is wel geinig, vind ik. Dan deze, die heb ik ook in Keulen gekocht en hij is niet op. Dit zijn kokos, raspel, lotusbloemen, scrub. Het is een hele mond vol. En ik kom hier gewoon niet doorheen. Het ruikt heel erg naar kokos. Het ruikt ook gewoon heel erg naar natuurlijke kokos. Maar op een of andere manier vind ik het niet prettig om dit product onder de douche te gebruiken. Ik weet niet, ik word daar gewoon een beetje... blijven. Vorige maand had ik de shampoo van Ionix opgemaakt. En dit keer heb ik de conditioner opgemaakt. De With Argan Oil staat er. Nou, tegenwoordig is dat helemaal hip. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik arganolie echt goed vind voor huid, haar en zo. Het werkt echt. Dus het is niet een of andere... Ja, je ziet wel eens dingen voorbij komen en dan denk je... Wat? Maar goed, deze conditioner, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vond. Ik vond het een beetje een vreemde conditioner. En ik kan niet echt mijn vinger erop leggen. En normaal als ik conditioner gebruik... Als ik conditioner gebruik, dan pak ik een beetje conditioner en doe ik zo. En dan haal ik gelijk... Woe! Wordt aangevallen door een borstel. En dan haal ik het eigenlijk gelijk er weer uit. En dan is het glad en soepel. En dan, nou ja, dan is het prima. En deze... Nou, dan moest je eigenlijk echt gewoon wel goed inmasseren. Het ging niet schuimen of iets dergelijks. En als je het eruit haalde, voelde het ook niet heel erg glad of zo. Nou, sowieso zou ik niet voor zo'n tubetje 10 euro betalen. Ook niet voor de shampoo. En die was wel heel erg prettig. Dus, nou goed, op. Dan zag ik dit elke keer voorbij komen bij andere beautybloggers en zo. Toen dacht ik, nou, dan ga ik eens proberen. Dit is 1,49 bij de Action. En ze hebben verschillende smaken, wilde ik zeggen. Verschillende geuren hebben ze. En nou, ik dacht, geel, leuk. Daar worden we blij van. Happy Days heet het. Nou vond ik de foam heerlijk. Dat vind ik echt helemaal geweldig voor onder de douche. Alleen de geur vond ik echt niet prettig. Het was gewoon, het was niet vies of zo, maar het was gewoon een beetje een... Ja, zo'n goedkope geur. Nou, dat is niet zo gek met een tube of een flesje waar je nou, 1,50 voor betaalt. Ik heb er ongeveer een week mee gedaan. Dit gaat heel erg snel op. Omdat je ook, nou ja, waarschijnlijk veel meer gebruikt. Omdat je denkt, helemaal weldadig. Maar goed, ja, misschien dat ik nog eens een keertje een andere geur wil proberen voor 1,50. Hè, vind ik dat niet echt een probleem. Maar deze zal ik niet meer kopen. Nou, dan iets wat in de Fitbox heeft gezeten. Scrub and Rub. Volgens de Fitbox was dit 1,50 euro. En het had een beetje een soort... ja, zo'n soort C-achtige geur, zeg maar. En zeezoutgeur. Nou, weet je, ik kan dat nooit zo heel goed omschrijven. Maar iedereen weet wel een beetje hoe dat ruikt.
En ik was heel erg enthousiast hierover. Want wat het namelijk is, het is een scrub. En de korreltjes waren wat grover. Nou, daar hou ik wel van. En er zat gelijk een soort olie in. Dus het voelde helemaal verzorgd en heerlijk. En ja, het is een heel klein potje. Dus het was vrij snel op. Wat ik erg jammer vond. En als ik dit in de winkel zou zien, zou ik het zeker nogmaals kopen. Misschien niet per se deze geur. Ik ben niet zo van de C-geuren. Maar de scrub op zich was echt heel erg fijn. Er zat er nog wat in. Dus ik zit ook. Ik ruik nu weer naar de zee. Dan de cleansing milk van de Kruidvat. Volgens mij kost dit iets van €1,80 of zo. En, maar er zijn heel vaak aanbiedingen. En dan heb je 2 voor €3. En ik ben gewoon een fan. Ik vind niet dat je altijd hele dure producten hoeft te kopen. Deze reinigingsmelk die werkt gewoon perfect. En ik zal dit zeker nog een keertje kopen. Dit is echt helemaal top. Dan, dit is dus een lege verpakking. Maar dit zijn de soft picks van Gum. En dat zijn een soort tandenstokers met een plastic laagje eroverheen met puntjes. En daarmee stoken wij onze tanden. Dit is vrij prijzig. Dit kost €5 tot €6. Maar er zijn heel vaak aanbiedingen. En dan heb je er 2 voor de prijs van 1. En dan sla ik altijd in. En wij vinden het prettig om op deze manier onze tanden te stoken. En dat doen we toch wel vrij regelmatig. Het is gewoon heel erg belangrijk om je gebit gewoon goed te verzorgen. En kijk, je kan ook die houten gebruiken hoor. Als je maar stookt en flost en doet en zo. Nou, dan heb ik uit China deze reinigingsdoekjes ook opgemaakt. Er zaten er 10 in. Volgens mij had ik deze mee naar Costa Rica. En ja, ik werd er niet heel erg gelukkig van. Het rook lekker. Het rook naar een kers. Nou, daar worden we blij van. Maar verder reinigde het niet echt goed mijn gezicht. Het is maar goed dat ik in Costa Rica niet heel erg veel make-up droeg. Want anders had ik het er nooit afgekregen. Dan wilde ik deze even laten zien. Dit is van Balea. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien hoor. En dit is een soort milk en honey masker. En het is een heel fijn masker. En dit kan je kopen bij de DM in Duitsland. En nou, er zitten 2 van die maskertjes voor. Nou, ik weet niet hoe duur het is. Maar deze was heel erg fijn. En ik ga gewoon over een paar dagen naar Duitsland. En dan ga ik dit zeker denk ik nog een keertje kopen. Dan heb ik een koolpotlood van de Ethos. Een paarse. En weet je, nee, gewoon niet. Het doet zeer als je het aanbrengt. Het is helemaal wit beslagen. En ik weet dat ik dit op een bepaalde manier weer goed kan krijgen. Moet je het een beetje warm maken en dan wordt het weer wat soepeler en zo. Maar ik heb er allemaal geen zin in. Ik wil gewoon eigenlijk koolpotloden die gelijk goed zijn. Het is heel erg verwend, ik weet het. Ik heb ook deze van de Make-up Studio. Die heb ik voor de 2e keer gekocht. Die is €13. Maar geweldig. En dit soort dingen, nee, auw, dat wil ik niet. Een klein deodorantje van Rexona heb ik opgemaakt. Dit vind ik altijd handig om gewoon in mijn tas te doen in plaats van zo'n hele grote fles. En ja, weet je, meestal heb ik het niet nodig. Dus ik doe vrij lang met zo'n dingetje. Dan heel treurig, mijn handfood, Mend a Hand van Soap & Glory. Ik ben heel erg enthousiast over dit merk. Het is niet heel erg goedkoop, maar het ruikt gewoon naar heerlijke snoepjes en ik word er heel erg gelukkig van. Ik ga in de herfstvakantie gaan wij naar Engeland een week. Dan ga ik zeker van dit merk wat inslaan en dan voornamelijk de handcreme, want die vind ik heel erg prettig. En de scrubcreme, die mis ik. En dan als allerlaatste deze. Ik krijg hem gewoon niet op. Zeg maar, dit zijn van die dingen, ik word er gewoon sowieso dit. Weet je, je moet hem zo neerzetten, want hè, dat is de bedoeling. Nou ja, weet je, het is gewoon viezig en je handen worden elke keer vies. En nee, geen Hollywood smaal. Ik ben wel pretty, maar witte tanden, niks voor mij. Dan ga ik even door naar mijn favorieten. De dingen die ik heel vaak heb gebruikt deze maand. En dan kom ik toch weer terug. Op een of andere manier heb ik veel van DM en Keulen en dat soort dingen in mijn leven deze keer. Nou, allereerst de Perfect Base Eye van P2. Die kan je dus ook in de DM kopen. Ik heb gehoord dat dit van de Maybelline fabriek komt. Dus nou, dat is altijd handig om te weten. Balea is trouwens Nivea. Heb ik ook gehoord. Weet niet of het waar is, maar dat is dan toch wel weer interessant.
En deze base voor bovenop je ogen, voordat je oogschaduw opdoet, geweldig. Ik ben er helemaal fan van. Ik gebruik hem elke dag. Ik had hem even aan de zijkant geschoven, dat heb je soms wel. Maar ik heb hem weer herontdekt en ik ben er heel erg gelukkig mee. Dan dit potlood wat de kinderen hebben uitgekozen als moederdagcadeau. Er staat op dat het voor blonde mensen is, maar ik vind hem echt heel erg fijn. Ik denk dat als ik een donkere neem, dat het gewoon echt te donker is. En deze, ja, die doet gewoon wat die behoort te doen, maar niet zo in your face. Dus woeptiedoe, heel erg fijn. Dan deze, ja, wat is het? De Boohoo Balm Cheek and Lip Tint. En deze zat vorige maand in de Fitbox. En deze kleur is echt heel erg mooi voor op de lippen. Ik zal het eventjes demonstreren. Super, super mooie kleur voor als je een beetje een kleurtje hebt voor de zon. En het is echt een beetje een coral kleur. Ik vind die roze kleur iets te roze. Dat is niet echt mijn ding. Maar die coral is echt heel, heel erg mooi. En dat was het. Dit waren mijn empties favorieten van deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile feel pretty.